Heb ik nu gestemd? Ja. Als je student bent, kun je er deze week niet omheen. De verkiezingen voor de medezeggenschapsraad op de Hans Hogeschool en de U-raad op de Rijksuniversiteit. Deze week kan er op de deelnemende partijen gestemd worden. En dat betekent dat er op verschillende plekken in de stad campagne wordt gevoerd, waarbij alles uit de kast wordt gehaald om stemmen binnen te halen. Vandaag gebeurde dat bijvoorbeeld op de Zernike campus. Stoppertje. Lekker man. Als student heb je maar beperkt stemrecht. En dit is stemrecht voor de Hogeschool Medezeggenschapsraad, de hoogste raad binnen de Hanze. Dat is de hoogste vorm van democratie voor ons als studenten. En dat je je stemrecht daarvoor gebruikt, dat is zo belangrijk. Mag het wel lezen? We hebben er al eentje gekregen. Oké, super. Zegt Linda Kies van de lijst Sterk. Sterk heeft op dit moment 3 van de 9 zetels in de Hanze Medezeggenschapsraad. De Hanze Studentenbelangenvereniging heeft de overige 6 en is daarmee de grootste. Isaac van Jaarsveld is lijsttrekker en zegt dat er in de raad veel invloed uitgeoefend kan worden. Als het gaat over de toekomst van de hogeschool, welke kant gaan we uit? Komt er een rookbeleid? Dat hebben we net gedaan. Waardoor het toch heel erg verandert, het beeld wat je hier ziet. Een parkeerbeleid bijvoorbeeld, wat ook heel veel gaat veranderen de komende tijd. Dat zijn allemaal dingen waarin je studentenbelangen afweegt en tegelijkertijd instellingsbelangen afweegt. En daarin een keuze moet maken. Ben jij er al of niet? Ja. Belangrijk dus. Maar of het nu ook echt leeft onder de studenten? Geen idee. Nee, ik weet het echt niet. Was het moeilijk om tot een keuze te komen? Nee. Het was voor jou heel duidelijk dat je op de HSV ging stemmen. Nee, nou ja, ik heb me er verder niet in verdiept of zo. Dus ze kwam naar me toe. Ja. Zo, goede opkomst dan. Ja. Nee, we zijn er begonnen. Okay. Wat is het? Ik denk dat als je de kans hebt om te stemmen, dan moet je ook stemmen. Was het nou een moeilijke keuze om tot deze partij te komen? Voor mij niet, nee. Nou ja, ik vind het wel belangrijk. Want nou ja, ze hebben wel dingen wat heel belangrijk is voor studenten ook. Dus dat je hoorcollege kunt terugkijken. Kijk, stel je bent een keer ziek en je mist een hoorcollege wat belangrijk is. Ja, dan is het gewoon fijn dat je dat gewoon altijd ten alle tijden kunt terugkijken. Geen idee, vast wel belangrijk. Ja, ik loop hier ook maar gewoon langs. En vragen ze of ze willen stemmen. Ja, dan stem ik wel even. In grote lijnen is het niet zo dat studenten zich nou heel erg verdiepen in de inhoud. Maar om met een goede stem richting het CVB studentenbelangen te vertegenwoordigen, is het opkomstpercentage wel belangrijk. En daarom is het fijn dat studenten toch vaak gaan stemmen. Je zegt even een beetje tussen neus en lippen door dat studenten zich niet echt verdiepen in de verkiezingsprogramma's. Daarbij klinkt ook enige teleurstelling. Nou ja, want je werkt wel hard voor een programma en het afgelopen jaar, en wij als HSV al 16 jaar, toch voor studenten. En als je kijkt met wat voor gemak studenten wel of niet stemmen zonder zich te verdiepen in wat we nou eigenlijk doen. Ja, daar zit wel een stukje teleurstelling in, dat klopt wel, ja. Vorig jaar viel het opkomstpercentage in vergelijking met eerdere jaren tegen. Maar wanneer zijn de partijen dit jaar tevreden? Nee joh, het is gewoon... We hebben nu 6 van de 9 zetels. Daarmee zijn we de grootste studentenfractie, niet alleen van de Hanze, maar van heel Studerend Groningen. Als we dat zouden kunnen behalen opnieuw, dan zou dat heel fijn zijn. Ik zou het voor lijst Sterk heel mooi vinden als we weer minstens 4 zetels halen. Maar ik hoop op 5, want we hebben een sterke campagne dit jaar. Maar ik ben vooral tevreden als er veel studenten stemmen. Dat is het belangrijkste. Belangrijker dan of je voor Sterk of voor HSV stemt, is het feit dat studenten hun stemrecht gebruiken. En dat stemmen kan tot komende vrijdag. Alle informatie vind je op de website stem.hanze.nl. Hij handig, hij bij HSP.